We zijn hier in Petroleumhaven Zuid. En voor de Eerste Wereldoorlog, dus voor 1914, was deze petroleumhaven de grootste petroleumhaven van eigenlijk heel Europa. De hele aanvoer vanuit de Verenigde Staten kwam hier naartoe en werd hier verwerkt. Uiteindelijk is in de jaren 50 besloten om al die activiteiten naar het noorden van de stad toe te brengen. En is het hier langzaam afgebouwd en is het geworden wat het nu is, een zeer vervallen en een grotendeels leeg terrein. Maar met nog wel een aantal waardevolle gebouwen en andere relicten die over zijn uit het verleden. Nou, niet hier dit voorste pand, maar wel het pand daarna is al perfect helder en goed te hergebruiken. Want we zitten hier op de grens van wat dan het nieuwe industriegebied wordt en het natuurgebied wordt. Waardoor het een uitstekend gebouw zou kunnen zijn voor ontvangsten voor het natuurgebied. Voor ontvangsten om wat te vertellen over de geschiedenis van dit gebouw of van dit terrein. En om iets te vertellen over de bedrijven die hier komen. Wat wij nu van de Vlaamse Vereniging van Industriële Archeologie willen, dat de restanten van wat hier is op een goede manier beoordeeld worden. Eerst van wat is hun historische waarde. Vervolgens wat is er dan te behouden. En nog eigenlijk veel belangrijker, hoe is het te hergebruiken. Het is vervolgens zo dat dus de procedure liep om een flink aantal relicten hier op te nemen in het stedenbouwkundige register. Maar juist 3 dagen daarvoor is er een besluit genomen om te kijken of dit hier allemaal toch gesloopt kan worden. En we zullen dus ons uiterste best voor doen om te zorgen, het moet eerst goed beoordeeld en bestudeerd worden. Vervolgens moet er bekeken worden wat haalbaar is. Want niet alles kan bewaard worden, niet alles hoeft bewaard te worden. Maar wat waardevol is, wat ecologisch waardevol is om te behouden, wat hergebruikt kan worden. Daar moet serieus naar gekeken worden en nog gestudeerd worden naar de kosten en naar de baten om te zien wat hier mogelijk is.